Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Wij hebben als gast als tweede vandaag de heer Claus. Heer Claus, hartelijk dank voor uw bereidheid hier te verschijnen. Voor de heer Van Menen, de heer Ulenbelt, mevrouw Fokke en mevrouw Bruinslot en mijzelf. Twee dames zullen het verhoor met u leiden, maar de rest let ook goed op. En kan ook vragen aan u stellen. U bent betrokken geweest, langdurig, bij werk.nl. Even uitleggen wat dat is. Op dit moment belangrijk voor honderdduizenden werkloze Nederlanders en voor werkgevers. Het is een website, die is gebouwd door het Centrum voor Werk en Inkomen. En dat Centrum voor Werk en Inkomen, CWI, dat is in 2009 gefuseerd met het UWV, ik noem toch ook maar één keer de hele naam, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. En dat vroegere CWI vormde sindsdien het UWV Werkbedrijf. U heeft van 2003 tot 2011 bij dat CWI en het UWV Werkbedrijf gewerkt. Kan je zeggen dat u in ieder geval tot 2009 en ook nog een beetje daarna maar Mr. Werk.nl was? Ja, het is misschien te veel eer, maar ik was in het hele traject eigenlijk bij alles van Werk.nl wel betrokken. Ja. Dan gaan we u daar vast en zeker al tal van vragen over stellen. Na uw vertrek bent u partner geworden van Noblesse Oblige, een strategie- en managementbureau, adel verplicht. Wat bedoelt dat Noblesse Oblige daarmee? Wij willen heel verantwoord dienst verlenen. Dus wij letten echt op maatschappelijk verantwoorde zaken rondom de dienstverlening die wij leveren. Dat is vaak trouwens nog steeds ook in de automatisering, maar op een manier zoals wij denken dat dat het beste is. En dus ook op een manier dat als u gekke dingen tegenkomt of misstanden of misbruik of verspilling van belastinggeld, dat u ook als leverancier vindt of als consultant of als adviseur. Ja. Ik steek mijn vinger op, dat gaat niet goed hier jongens. Zeker. En meisjes. Zeker, ja. Dat vinden wij belangrijk. Ja. Mevrouw Bruinslot. Uw insteek is dan inderdaad om op maatschappelijk verantwoorde zaken te letten. En dan is mijn vraag ook aan u. Waarom vertrok u in 2011 bij het UWV? Ik ben vertrokken eigenlijk om twee redenen. De belangrijkste reden is dat ik heel graag voor mezelf wilde gaan werken. Ik had al in de periode dat ik bij het CWI werkte en bij UWV Werkbedrijf later een bedrijf naast mijn werk bij het UWV. Dat werd groter. Dat ging aandacht van me trekken. En eigenlijk wilde ik dat gewoon fulltime gaan doen. Dat is de belangrijkste reden. In 2011 heb ik die stap gemaakt. Daar komt wel bij dat sinds 2009, toen CWI overging naar UWV Werkbedrijf, de organisatie van UWV een stuk groter was dan CWI. U had het net over een fusie. Het was meer een overname hoor. Het was echt, CWI werd opgenomen door UWV. En de organisatie werd ook zo groot dat het voor mij, ja, ik had minder vrijheid in mijn handelen. En daar ben ik gewoon niet goed in. Dus ik dacht, ik moet daar weg en ik ben weggegaan. Ja, want u heeft daar ook over in een interview met de Volkskrant van 13 februari 2013 gezegd, en ik citeer, in de top van het UWV bestaat gewoon onvoldoende het besef dat Werk.nl niet goed functioneert en dat dit zo lang zal blijven. Lang heb ik geprobeerd beweging te krijgen in het proces. Toen het uiteindelijk niet lukte, ben ik opgestapt. Ja. Kunt u daar nog iets meer over toelichten? Ja. Het heeft ermee te maken dat in mijn ogen, en dat was bij het CWI misschien ook al zo, maar bij het UWV nog meer, er onvoldoende besef was wat e-dienstverlening, datgene wat we met Werk.nl wilden bereiken, wat dat precies inhoudt, wat daarvoor moet gebeuren, waar dan de prioriteiten moeten liggen. Bij CWI was het dan nog zo dat als je maar doorduwde, dan kwam je op een gegeven moment wel bij de Raad van Bestuur en dan kon je met ze in gesprek en dan werd er een keuze gemaakt. Bij het UWV is me dat eigenlijk niet gelukt. Je liep tegen een volgende afdeling aan, je liep tegen een kerngroep of een kernteam of een stuurgroep of een commissie. En daar strandde het dan. En ja, dat kostte mij gewoon te veel energie. Ik kwam er niet doorheen, zoals het daar ook genoemd werd. Dus dat betekent dat u adviezen had om zaken te verbeteren, om probleempunten aan te geven,
Maar uw adviezen zijn dus nooit bij de Raad van Bestuur van het UWV terechtgekomen? Nou, dat is niet nooit. Ze zijn wel eens bij de Raad van Bestuur terechtgekomen. Overigens wil ik ook wel zeggen, het waren inderdaad mijn advies. En ik wil niet zeggen dat dat dé oplossing was voor de problemen, maar het was misschien een oplossing geweest. En ik merkte wel dat die adviezen dan vastliepen, meegenomen werden met andere adviezen van andere mensen, andere partijen. En dan eigenlijk verzanden en niet werden uitgevoerd. Van Fokker. Ja, ik zou daar graag met u over verder willen gaan, over die spelers en partijen. Want wij willen graag weten wie waren binnen het CWI de belangrijke spelers rondom werk.nl. En dan gaat het vooral om de functie. Hoe was die functie, hoe zat die in de organisatie? Dus kunt u ons daar meer over vertellen? Ja, ik moet wel zeggen, het is een periode van 8 jaar. Dat ik daarbij betrokken ben geweest. En het is gedurende die tijd ook wel wat veranderd. Het begon ooit als project. En het was ook echt een los project. Werk.nl had toen ook ten doel om een vacaturesite in te richten waar alle vacatures van Nederland beschikbaar kwamen voor werkzoekenden. Op een gegeven moment werd het project opgeleverd. Toen moest dat project naar de lijnorganisatie gaan. In de lijnorganisatie opgenomen worden. Dat is gebeurd voor het technische deel. Dat heeft een plek gekregen. De aansturing van het bedrijfsdeel, datgene wat je wil bereiken met werkmodel, dat bleef eigenlijk vaak hangen. Dat was ook eigenlijk vrij onduidelijk wie daar nu voor verantwoordelijk was. Niet iedereen heeft managementboeken in de kast staan. Wat is de lijnorganisatie? Oh, sorry. Als je een project hebt, een project wordt vaak buiten de staande organisatie van de verschillende afdelingen ingericht, met eigen budgetten, eigen verantwoordelijkheden. Binnen de lijnorganisatie, dat zijn de verschillende afdelingen van de organisatie met ook hun budgetten en hun verantwoordelijkheden. Die zorgen ervoor dat datgene wat je moet doen als organisatie ook gebeurt. Nou, het is nooit echt goed binnen de lijn, in mijn ogen tenminste, nooit goed binnen de lijnorganisatie terechtgekomen. Er was geen duidelijke eigenaar van werk.nl. Wel aan de technische kant, niet aan de bedrijfskant, zeg maar. Maar geen duidelijke eigenaar. Hoe moet ik dat dan zien? Waren de meerdere eigenaren. Hoe zat dat dan in elkaar? Want vervelend is, we hebben heel graag dat u het hier ons iets over kunt vertellen. Want wij hebben onderzoek gedaan en wij komen er ook niet achter hoe het nou in elkaar zat. Ja, nou, er was eigenlijk in mijn ogen geen eigenaar. Dat was het probleem. Misschien om een voorbeeld aan te halen. Een belangrijk element van werk.nl, dat is wat in een Engelse term de match engine wordt genoemd. Het mechanisme waarmee werkzoekende vacatures vinden. Je voert je gegevens in en het systeem zoekt dan welke vacatures het best bij jou passen. Daar zat een heel ingenieus systeem achter, die met allerlei componenten rekening hield en in onze ogen met het beste resultaat naar voren kwam. Gedurende die jaren moet je dat onderhouden. De wereld verandert, waardoor bepaalde componenten van zo'n vergelijking veranderen. Er was niemand die daarop lette. Er was niet een eigenaar van dat stuk functionaliteit. Terwijl in mijn ogen was dat een heel belangrijk stuk functionaliteit van werk.nl. Iets waar we ook trouwens vaak nog zelfs de pers hebben gehaald, dat je zocht naar een vacature en iets heel verkeerds aangeboden kreeg. Ja, dat zat mede, lag dat aan het feit dat er niemand verantwoordelijk was voor wat er uit die machine kwam. Maar is dat dan niet heel vreemd? Want ik stel me zo voor, hè, en al mijn eenvoud, het is een centrum voor werk en inkomen, dus je zou denken dat draait allemaal om toch mensen aan het werk helpen en dan zo'n belangrijke website, juist om mensen aan een baan te helpen, dat wordt dan kennelijk helemaal niet belangrijk gevonden wie daar nou uiteindelijk over gaat en of dat ook goed gaat. Ja, dat is inderdaad vreemd, dat deel ik. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het complex was en nog steeds is. ICT sowieso is voor veel mensen complex. Zo'n machine die de juiste resultaten naar boven haalt met alle functionaliteiten daaromheen, is heel complex. En ik vrees dat het gewoon te complex is om daar de verantwoordelijkheid voor te durven nemen. Wat je dan vaak zag gebeuren is dat de technici, de techneuten, ik was zelf ook vooral technisch ingesteld, zich daar dan maar op wierpen en vanuit de techniek met de beste, in onze ogen, beste oplossing kwamen. Maar ja, dat was niet onderbouwd met bedrijfsdoelstellingen of iets dergelijks. En als dit dan
zo allemaal gebeurde en zich afspeelde, werd dan ook de top van de organisatie hier wel eens bij betrokken? En hoe was de top van de organisatie eigenlijk überhaupt betrokken bij Werk.nl? Nou, in de tijd van het CWI waren ze redelijk goed betrokken. Op het moment dat het project Werk.nl klaar was en naar die lijnorganisatie ging, die ik net noemde, naar de afdelingen, bleef in werkelijkheid eigenlijk dat project nog wel min of meer zelfstandig werken. Gewoon omdat er niet echt een aansturing was vanuit een afdeling, merkte je dat de mensen zich nog steeds als project bleven gedragen. Je merkte daar dat vaak dingen die uit het project naar boven kwamen, vrij snel zelfs bij de Raad van Bestuur terechtkwamen. En die bemoeiden zich daar dan ook mee. Ik merkte bij het UWV, UWV Werkbedrijf, dat dat veel minder het geval was. Omdat er gewoon meer lagen waren en op een bepaalde laag hield het gewoon op. Dus het kwam zelden. Ik heb in ieder geval nooit gemerkt dat het echt op de tafel kwam van de Raad van Bestuur. Behalve als het dan weer in de krant kwam. Dus er was niet eigenlijk binnen de organisatie zelf een bewustzijn als het werd aangekaart dat er ook iets mee werd gedaan. Het moest eigenlijk al in de krant komen en dan zijn we uiteindelijk, goh, nu het zo op straat ligt, laten we dan maar eens actie ondernemen. Ja. Is dat niet heel erg vreemd voor toch, ja, toch wel zo'n belangrijke website? Ja, dat ben ik met u eens. Ja. U moet wel weten hoor, dat zeker in het begin werd Werk.nl vooral gezien als een vacaturesite waar vacatures beschikbaar gesteld werden. Eigenlijk naast de dienstverlening van het CWI, die gewoon op de vestigingen diensten verleende. Later werd het echt een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Het is zelfs de bedoeling dat e-dienstverlening, dus dienstverlening via het internet, het primaire kanaal wordt van het UWV. Misschien nog wel goed om aan te geven, dat was vanaf 2010 eigenlijk. Ja. Dus iets op het moment dat... Ja, wat zegt u? Ja, iets eerder, 2009 dacht ik ongeveer. Ja, 2009, 2010. Dus op het moment dat u de raad van bestuur van het UWV niet meer bereikt kon worden, was al duidelijk geworden dat Werk.nl eigenlijk het primaire proces was geworden van het UWV. Ik begrijp niet helemaal de vraag. Mijn vraag aan u is dat toen het UWV gefuseerd was en de raad van bestuur erover ging, die moeilijker bereikbaar was, dat toen de tijd wel duidelijk was dat het Werk.nl veel belangrijker was geworden voor de organisatie. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En hoe zat het? Want Werk.nl is natuurlijk eigenlijk langzaam maar zeker uitgebouwd, hè? Als ik dat gewoon even... Ja. Hoe zat dat dan in elkaar? En werd dat ook op een goede manier bijgehouden, dat daar ook heel logisch werd gebouwd? Dat ging in op verschillende manieren. Enerzijds had je gewoon dat het groeide, zeg maar. Dat wordt dan meestal als regulier onderhoud gezien. Dus iedere keer wordt het aangepast om fouten eruit te halen, om kleine stukjes functionaliteit aan toe te voegen. Een paar keer is Werk.nl echt groot aangepakt van bijna we beginnen opnieuw. Enerzijds gewoon om mee te gaan met de technologie, anderzijds omdat er problemen waren. Met name op het gebied van performance waren er eigenlijk vanaf het begin al problemen. En de eerste keer in 2005... Wat is dat? Op het gebied van performance waren er problemen? Wat betekent dat in gewoon Nederlands? In gewoon Nederlands is dat de website onbereikbaar was, heel traag was en vaak inderdaad gewoon een foutmelding gaf en er niet was. Dat was al vanaf vrij snel na het begin, mede door eigenlijk het grote succes van de website. We trokken heel veel bezoekers, meer dan misschien voorzien. In 2005 is toen besloten, we gaan het opnieuw inrichten op zo'n manier dat we inderdaad die grote aantallen aankunnen. Dat is doorgevoerd. Heeft een beetje geholpen, maar niet helemaal. De problemen bleven eigenlijk. En in 2008... Ja, in 2008 is het nogmaals een keer helemaal opnieuw gebouwd. Dat de technologie helemaal vervangen is. Ook weer primair gericht op het verbeteren van die performance. Hè, van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de website. Anderzijds, in 2008 was ook al duidelijk dat Werk.nl een veel belangrijkere rol ging spelen in de dienstverlening. En daarvoor moesten bepaalde functionaliteiten toegevoegd worden. Die zijn toen ook inderdaad toegevoegd aan het systeem. Beide keren is het echt projectmatig weer aangepakt. Dus weer uit de organisatie gehaald en als een project opgepakt. En daar werden ook andere partijen bij betrokken. Ik lees IBM, Logica. Hoe zat dat, die verhoudingen, hoe zaten die in elkaar?
Ja, dat waren inderdaad onze leveranciers. Die werden via een aanbesteding, een Europese aanbesteding, betrokken. Daar werden wij een beetje mee geconfronteerd. Een Europese aanbesteding gebeurde redelijk buiten ons om. En ons, dat is het team wat zich met Werk.nl zelf bezighield. Wij hadden wel invloed op bijvoorbeeld de eisen die gesteld werden aan de leverancier. Maar de uiteindelijke keuze, dat viel helemaal buiten ons om. Je werd daarmee geconfronteerd en je moest dan maar je contacten daar vinden. Je moest de mensen vinden waar je iets aan had. Kostte veel moeite. Ja, want wie trekt er dan aan de touwtjes? Hè? Want je hebt enerzijds een uitvoeringsorganisatie. Je hebt partijen die meedoen. En dan, wat het beeld wat bij de hoorzitting wel eens naar voren komt, is dat dan niet helemaal duidelijk wordt wie nou inderdaad de kar trekt. Als ik die vraag stel over werk.nl, kunt u die dan wel beantwoorden? Ja, maar ook daar was het eigenlijk niet heel erg duidelijk. Je merkte heel duidelijk dat leveranciers veel macht hadden. Wat er gebeurde bij projecten, bij nieuwe versies van werk.nl, hadden we altijd een lijst van, dit zijn de dingen die we willen doen. En die lijst was eigenlijk altijd te lang om allemaal uit te kunnen voeren. Dat is vaak zo in de automatisering, dat is iets, dat weet je, dit willen we allemaal. Je gaat prioriteren en je gaat keuzes maken, die pakken we nu op en die komen later. Bij dat prioriteren en het keuzes maken hadden leveranciers, en in mijn ogen, te veel macht. Als een leverancier zei, wat je daar vraagt, dat kan niet, dan werd dat gewoon geaccepteerd en dan was dat zo en dan verdween hij van de lijst of hij zakte naar beneden. Is daarbij nog een onderscheid te maken? Hè? Want in het begin had u het even over, laat ik even zeggen, toen het nog CWI was. Ja. En toen het vervolgens samenging met het UWV. Is daar ook in deze verdeling nog een onderscheid te maken of maakt dat eigenlijk niet uit? Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat was altijd zo. Leveranciers hadden heel veel te zeggen over dingen als prioriteit en ook doorlooptijd. Als wij zoiets hadden, we willen dit graag over 3 maanden geïmplementeerd hebben, dan moet het draaien. En de leverancier zei, dat kan niet, het wordt 6 maanden. Ja, dan werd het 6 maanden. Over die afhankelijkheid inderdaad en die macht van de leveranciers komen we zo nog uitgebreider op terug. Het Centrum voor Werken en Inkomen en het UWV hebben voor hun visie ook gezamenlijk de aanbestedingen uitgevoerd, zowel het hoofdrekencentrum als de applicatie nieuwbouw en ontwikkeling. Wat was daarvan de achtergrond om dat gezamenlijk te doen? Met name kostenbesparing. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Als je het in 1 keer doet, ben je goedkoper uit. En welke gevolgen had de fusie van 2009 ook voor de inrichting van de ICT en beheer en ontwikkelprocessen? Ja, wat betreft de technologie en de gebruikte spullen, laat ik het zo zeggen. IBM bijvoorbeeld was onze leverancier voor alle machinerie. Maakte dat niet zoveel uit. Dat werkte, het werkte goed. Nou ja, soms waren er wel twijfels over omdat inderdaad die beschikbaarheid onvoldoende was. Dat was denk ik niet anders geweest met een andere leverancier. Waar we zijn de CWI die naar UWV ging tegenaan liepen, dat waren de procedures waar je mee te maken had. In die aanbestedingen werden ook procedures afgesproken van hoe ga je om met je leverancier. En dat waren soms hele lastige, voor ons lastige procedures waar veel tijd en energie mee verloren ging. Misschien om een voorbeeld aan te halen. Toen het onderhoud van de software, van de programmatuur, centraal werd neergelegd, moesten wij foutmeldingen en problemen melden via het centrale loket. Centrale helpdesk, centrale loket. De eerste keer dat ik daar belde, toen was werk.nl weer onbereikbaar. Ik merkte dat, ik belde op. Werk.nl doet het niet. Ik kreeg iemand aan de lijn die zei werk.nl. Oh ja, ik zie hem in het lijstje staan. Was nieuw blijkbaar voor ze. En ik hoorde hem typen. En hij zei, prima, ik heb het genoteerd. Bedankt voor de melding. En dat was het. En ik, maar wacht even. Werk.nl is eruit. 100.000 man kan nu niks doen. Ja, en die jongen ook, hij kon er ook niks aan doen verder. Hij zei, maar onze procedure is, u krijgt over 4 uur een antwoord. En dan bepalen wij wat de prioriteit is en dan bepalen we hoe we het gaan oplossen. Ja, dat is een verkeerde manier van werken. Daar zijn we overigens wel uitgekomen hoor, want zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat was wel de manier, daar liepen we wel tegenop. Dus in de beginfase moest u bellen
kreeg u, krijgt u op 4 uur een antwoord. Dan gaan we kijken hoe we het oplossen. En dan werd er pas iets gedaan. Ja. Hoe lang heeft die situatie voortgeduurd? Nou, dat was vrij snel opgelost. Want dat was zo onwerkbaar. Toen ben ik ook meteen alles en iedereen gaan bellen die er maar was. Dus daar is heel snel een oplossing voor gekomen. Dat voor werk.nl gewoon dat soort meldingen veel sneller en adequater werden opgepakt. Maar dat betekent dat in de aanvankelijke contractering, dus de aanbesteding, eigenlijk dat punt niet goed belegd was geweest. Ik vermoed het. Ik heb dat niet zo gezien. Ik heb uiteindelijk het aanbestedingsdocument niet gezien, maar dat blijkt er wel uit, ja. U had het ook zo net al over het feit dat er problemen waren met de beschikbaarheid van werk.nl. Eigenlijk de stabiliteitsproblemen. In hoeverre waren die stabiliteitsproblemen bij uw vertrek in 2011 opgelost? Onvoldoende. Het was nog steeds problematisch. Ja, het was gewoon niet opgelost. Hoe kan het dat het nog niet opgelost was? Wat is uw analyse daarvan? Dat is een lastige vraag. Ook best complex. Er spelen heel veel factoren namelijk een rol bij beschikbaarheid van websites en bij de inrichting van een website als werk.nl. In mijn ogen was het een combinatie van de gekozen technologie en de prioritering van waar wij de hoogste prioriteit op hebben gelegd de afgelopen jaren. Misschien iets over die gekozen technologie. We al in 2000, nou zeker in 2008 bij de herbouw hebben we gekozen voor heel vooruitstrevende technologie. Met het oog van nou daar kunnen we veel mee, daarmee zijn we al meteen klaar voor de toekomst. Maar die technologie was zo vooruitstrevend dat de kennis daarvan beperkt was. De andere software die we hadden, andere programmatuur die we hadden, daar ook niet altijd goed mee samenwerkte, waardoor je tegen problemen opliep. En met name op het gebied van beschikbaarheid zijn daar problemen ontstaan. U gaf zo net al iets aan over hoe dan in de beginfase werd omgegaan met foutmeldingen. Dat was toch IBM die toen nee, dat was, Logica? Nee, dat was nog een interne loket, zeg maar, ja. Die dat dan doorgeeft aan, in dit geval IBM. Precies. En wat was de rol van IBM dan bij de aanpak van stabiliteitsproblemen? Daar heb ik minder mee te maken gehad. Dat was wat verder voor mij. Ik zat echt aan het functionele stuk. Ik zat meer bij Logica en Capgemini in eerste instantie. IBM zat er eigenlijk achter. Wat op zich ook een probleem was. Want vaak wil je met z'n drieën ernaar kijken. En dat lukte niet altijd. Als er echt problemen waren. Waarom lukte dat niet om met z'n drieën naar te kijken? Ja, dat had weer te maken inderdaad met aanbestedingsafspraken, leverancieropdrachtafspraken. We werden geacht om met één leverancier te praten. UWV, werkbedrijf, sprak met of Logica of IBM. Wij gaven opdrachten aan Logica, we gaven opdrachten aan IBM. Maar niet met z'n drieën. Daarbij werd heel veel van ons verwacht dat wij dus het probleem, zoals bijvoorbeeld rondom de beschikbaarheid, zo goed begrepen en snapten dat we de juiste opdrachten konden geven aan Logica en de juiste opdrachten konden geven aan IBM. In werkelijkheid was dat niet zo. Wij hadden die kennis niet. Ik weet ook niet of we die kennis hadden kunnen hebben zonder samenwerken van die drie partijen. En ja, dat maakt het lastig. Dat lijkt mij inderdaad ook lastig. Want eigenlijk Logica deed natuurlijk een deel, IBM deed een deel en u deed een deel. Maar ik begrijp dus dat in de aanbestedingsfase was er afgesproken dat u niet met z'n drieën mocht praten om overkoepelende problemen op te lossen. In ieder geval, ik weet niet precies hoe het in de aanbestedingsdocumenten is opgeschreven, maar het is zo ingericht dat wij inderdaad specifiek opdrachten gaven aan de ene of aan de andere partij. Ik moet er wel bij zeggen, als er echt grote problemen waren, die waren er een aantal keer, dan riepen we wel iedereen bij elkaar en dan was iedereen ook wel genegen om bij elkaar aan tafel te gaan zitten van laten we nu eens even kijken of we het kunnen oplossen. Dat gebeurde dan tijdelijk en dan werd er soms iets opgelost en daarna gingen we ieder weer ons eigen weg. Is dat eigenlijk niet heel raar dat er normaal gesproken je vooral niet met z'n allen om de tafel zit en als het eigenlijk heel groot wordt en bijna de verkeerde kant op gaat, dan kun je ineens wel met z'n allen om de tafel. Dan zou je toch misschien de vraag kunnen stellen of je niet veel eerder met elkaar om de tafel had gemoeten. Ja, in mijn ogen hadden we gewoon het hele traject al moeten beginnen met z'n allen om tafel. Ja.
Als u dus eigenlijk kan je daarmee concluderen dat er een soort gat zat in de afspraken die er was tussen de verschillende dienstverleners, dus de leveranciers, IBM en Logica. En dat vanuit het UWV, dus vanuit u, CWI, toen de tijd, dat u verantwoordelijk was om dat eigenlijk allemaal de regie te nemen en daar een soort oliemannetje tussen te zijn. Ja, oliemannetje is denk ik het goede woord inderdaad. Dat was het regelmatig. Dat deed ik trouwens niet in mijn eentje hoor. Er waren meerdere mensen bij betrokken die ook wat meer kennis van het een of het ander hadden. Maar het was zo dat inderdaad wij werden geacht om als oliemannetje de juiste opdracht aan de juiste partijen te geven. Ja. En welke middelen had het CWI en later het UWV om ook betere prestaties bij de leveranciers af te dwingen? Ja, dat ontbrak behoorlijk. Daar raakt u inderdaad een goed punt aan. Een van de dingen is dat de leveranciers werden afgerekend op het werk wat ze leverden. En ze hadden er niet altijd een belang bij om het systeem in één keer helemaal goed neer te zetten. Want dan waren ze natuurlijk klaar en dan kregen ze betaald, maar dan was het af. Het is nooit zo uitgesproken of zoiets, maar je proeft er wel zoiets van, als er nog fouten in zitten, dan hebben ze nog weer meer werk om te doen en krijgen ze dus weer meer betaald. Daar hadden wij ook niet een mechanisme voor. De leveranciers werden niet afgerekend bijvoorbeeld op performance. Ze werden afgerekend inderdaad op het werk wat ze leverden. Ja, want dat is, want ondanks dat die site heel vaak vooral niet bereikbaar, beschikbaar was, presteerden de leveranciers altijd voldoende, omdat die beschikbaarheid was eigenlijk niet onderdeel van hun rapportcijfer. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. En ze werden er in ieder geval niet op afgerekend. Dus van tevoren is er in de afspraken die zijn gemaakt, is niet vast komen te staan van u wordt eigenlijk afgerekend op het werken van de site? Ja, ik heb dus inderdaad niet echt die aanbestedingsdocumenten en die afspraken gezien, maar het kwam erop neer, ze werden niet afgerekend inderdaad op de resultaten, maar op het werk wat ze leverden. We hebben wel de documenten gezien, okay. Ze werden inderdaad niet afgerekend op de resultaten, alleen maar op het werk. Wie was er eigenlijk verantwoordelijk voor de stabiliteit van de website en de verbeteringen op dat gebied binnen het CWI en later ook het UWV? Ja, dat is ook zo'n ding waar eigenlijk niemand verantwoordelijk voor was. Pas als inderdaad zoiets in de krant kwam of het echt uit de spuigaten liep, dan wilde men, en dan men was wel vaak dan meteen de raad van bestuur, zich daar wel verantwoordelijk voor voelen. Er was niet een afdeling die zich die daarvoor verantwoordelijk was. En dan, dus als ik de verhouding met het eindverantwoordelijk lid van de Raad van Bestuur mag schetsen, aan de hand van uw woorden, dan kwam eigenlijk die eindverantwoordelijkheid pas aan de orde op het moment dat ergens in de krant er verhalen stonden over het slechts functioneren van de site. Als het al te laat was, ja. Maar verder merkte u geen bemoeienis vanuit de eindverantwoordelijkheid van het Raad van Bestuur. Helder. Eén ding tussendoor. Hoe beoordeelde u destijds dat volstrekt belachelijke vacuüm? Welk vacuüm bedoelt u tussen? Dat niemand verantwoordelijk was. Ja. Alleen op het allerlaatste moment dat het water over de schoenen klotste. Ja, en het in de krant gekomen was. Ja, dat maakt het heel lastig. En ergens had ik dan, ik was een beetje Mr. Werk.nl zoals u net omschreef. Dan voelde ik mij ervoor verantwoordelijk en dan ging ik rennen. En dan ging ik dingen proberen te regelen. En mensen om me heen ook hoor. Maar het lastige was, dan kwam je inderdaad met adviezen en met oplossingsrichtingen, maar je kon nergens terecht, want niemand was daarvoor verantwoordelijk. En dan probeerde je het maar weer in een projectvorm of iets dergelijks te gieten om het toch voor elkaar te krijgen. Maar het was heel lastig. Dus behalve dat u oliemannetje was, was u ook nog bezig om pleisters te plakken? Ja, nou wil ik niet te veel eer nemen of zo, maar... Ja, en de mensen inderdaad rondom mij. Ja. Had u als noblesse oblige later dan, maar dat zal u toen ook wel zo gevoeld hebben al, had u dan niet eigenlijk gewoon moeten afdwingen dat er iemand verantwoordelijk was of moeten zeggen van ik hou hier maar op, niks te mister werk, ik kan hier niet werken? Ja, afdwingen, daarvoor had ik de rol niet in de organisatie, denk ik, voelde ik in ieder geval niet zo. En dat ik inderdaad weg ben gegaan. Ja, ik ben weggegaan. Dus inderdaad op een gegeven moment. En ik heb ook inderdaad toen ik wegging opgeschreven van nou, dit klopt volgens mij niet. Dit zou moeten gebeuren. Van mij?
Ja, u beschreef net een situatie waarin er eigenlijk voortdurend niet echt geleverd werd wat er nodig was. Er was ook, u beschrijft zelfs een zeker belang om het niet meteen goed te doen. Dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook allemaal financiële consequenties. Dus ja. moest het budget uitgebreid worden. Wie nam daar dan de beslissing over? Uiteindelijk weet ik niet wie die beslissingen nam. Ik denk dat dat uiteindelijk vaak ook gewoon bij de Raad van Bestuur terecht kwam. Omdat er inderdaad weer meer geld, meer tijd nodig was. Het was ook zo dat er was een bepaald budget gewoon voor Werk.nl gedurende het jaar. Dat kon je besteden aan het verbeteren van dingen als performance of functionaliteit. Wat je nu vaak merkt is dat het budget helemaal opging aan het oplossen van problemen. Van kleinere problemen. Vaak aan dingen waar de leverancier ook mee kwam. Mevrouw Bruijs-Slotervold. Wie zette dan de handtekening daaronder? Ja, wie deed dat? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, sorry, dat weet ik niet meer. Was dat altijd dezelfde persoon of moest hij shoppen? Nee. Winkelen bedoel ik, voorzitter. Ja. Soms hielp het om te shoppen. Om te winkelen, om inderdaad te kijken van is daar niet daar nog een potje of is daar niet een potje. Vaak waren er inderdaad ook nog wel potjes hoor, in het kader van een actie naar de arbeidsmarkt toe. En dat kon je dan invullen met iets in Werk.nl. Het was wel eens shoppen. Ja. U lichtte zo net toe dat op vele punten de site niet beschikbaar was, niet bereikbaar was. En dat de leveranciers, IBM en Logica, dat u daar hard mee moest schakelen om het wel weer aan het werk te krijgen. Wat mij dan zo opvalt, is dat die contracten met die beide leveranciers wel verlengd zijn. En IBM zelfs tot en met 2018. En dan is de vraag die bij mij opkomt, waarom? Ja, ik weet niet precies onder welke voorwaarden ze zijn verlengd, want ik... Ik kan me voorstellen dat misschien er nu wel lering is getrokken en dat er nu wel resultaatverplichtingen zijn afgesproken. Dat zou kunnen helpen. Het is niet zo dat IBM en Logica en daarvoor Capgemini hele slechte leveranciers zijn in het kader van dat ze hele slechte producten leveren of zoiets. Het was inderdaad meer dat er gewoon geen resultaatafspraken waren gemaakt en dat er een belang was om inderdaad niet meteen alles op de beste manier op te lossen en om niet... te hard te rennen, om het zo maar te zeggen. Dat het nu verlengd is, ik kan het in ieder geval voor het contract van Logica, kan ik me dat voorstellen. Waar wij heel veel problemen mee hadden, was de wisseling van de wacht bij de leverancier, bijvoorbeeld van Capgemini naar Logica. Gedurende de tijd krijg je op een gegeven moment wel door wie je moet hebben waarvoor, hoe de paden lopen bij de leverancier. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen bij een nieuwe leverancier. Wij waren daar een jaar mee kwijt voordat we echt weer goed de contacten hadden van... Wie moet je waarvoor hebben? Hoe lopen de procedures? Enzovoorts. Dan is het eigenlijk wel heel makkelijk om een contract te verlengen als je inderdaad uiteindelijk die paden weet. Een van de redenen om een contract met een bestaande leverancier dus te verlengen is het gemak van het feit dat je weet hoe zo'n leverancier werkt. Ja. Ulebelt, aanvullend. U kunt onder de motorkap kijken, hebt kunnen kijken van Werk.nl. U bent in 2011 weggegaan. Dat is een flink aantal jaren geleden alweer. Ja. Maar we hebben nog steeds regelmatig meldingen, UWV, Werk.nl ligt eruit, weekend dicht voor onderhoud. De minister heeft ons gezegd, in 2015 is het allemaal voor elkaar. Met uw kennis van onder de motorkap, komt het überhaupt wel goed? Ja, het kan goed komen. Daar ben ik van overtuigd. Het inrichten van een website zoals Werk.nl, een grote website, is gewoon mogelijk. Het is wel een kwestie van het leggen van de juiste verantwoordelijkheden bij de juiste partijen en het leggen van de juiste prioriteiten. Ik moet zeggen, ik ben er zelf inderdaad al 3 jaar niet bij betrokken. Ik volg het natuurlijk wel nog een beetje van de zijlijn. Dat het aantal meldingen van niet beschikbaarheid en zo... lijken wel terug te lopen vanuit waar ik het nu zie. Dat het nog niet helemaal goed is, dat weet ik niet. Maar ik heb begrepen dat mevrouw Lazaroms vanmiddag komt. Misschien dat die daar inderdaad meer over kan zeggen. Maar hoe legt u vanuit uw deskundigheid uit dat er nog steeds gebreken zijn in de stabiliteit? Dat het, geloof ik, één weekend in de maand eruit ligt voor,
voor onderhoud. Als het een auto was, als het mijn auto was, ja, dat, dan had ik hem al lang weggedaan, of niet? Ja, en dat is ook eigenlijk veel te lang voor een website. En als je ziet, er zijn grote websites, die liggen er misschien een uurtje per jaar uit. En dan is het al veel. Ja, het ligt nog steeds, ik denk, maar ik ben na 3 jaar weg. Ik weet niet precies hoe het nu loopt. Maar ik denk dat er nog steeds die problemen liggen van dat vacuüm van wie is daar nu voor verantwoordelijk en wie pakt het nu echt op. Mevrouw Fokker. Ja, ik wil graag verder met u kijken naar de verhouding tussen CWI en Logica. Ja. Logica won in 2006 de aanbesteding voor de applicatiebouw. Hoe werd daar binnen het CWI op gereageerd? Dat het Logica was geworden, maakte ons eigenlijk niet zoveel uit. Het was een grote partij en we waren ervan overtuigd, daar lopen vast mensen rond die voldoende verstand van voldoende kennis hebben. Die moeten we dan alleen maar even zien te vinden. Dat het een andere partij was dan Capgemini, die was het daarvoor. Dat was wel lastig, want wat ik net zei, dan moet je inderdaad weer al die mensen weer zien te vinden en dergelijke. En dus dat heeft ons ook echt lange tijd gekost om weer de werkverhoudingen helemaal zo te krijgen zoals we het zouden willen. Mag ik daar niks van begrijpen? Dat het een jaar duurt voordat je weet dat je bij Pietje moet zijn voor punt X en bij Jantje voor punt Y. Ja. Ik ken die wereld niet, maar dat is toch eigenlijk volstrekt idioot. Het is ook heel lang, te lang. Het had er vooral mee te maken, en dat speelt misschien nu nog steeds zo, dat er bepaalde procedures waren ingericht en iedereen hield zich braaf aan die procedure. Op die manier kom je er niet achter wie uiteindelijk de juiste persoon is om iets te doen. Wij hadden een vraag over de website bijvoorbeeld, die legden we neer bij het loket, de helpdesk, en die ging dan iemand inschakelen daarvoor. Nou, dan kreeg je wat terug en dan was dat niet hetgeen wat je wilde. Uiteindelijk moet je eigenlijk weten wie daarachter zit. En dat kost tijd en een jaar, misschien was het iets minder dan een jaar, maar het was niet veel minder hoor, het was echt heel lang. Dan zet je toch iedereen één keer in een hok en zeg je, jij doet dat en jij doet dat en jij doet dat en jij doet dat. Ja, dat hadden we moeten doen, wilden we ook doen, ik wilde het doen, maar dat ging niet, dat gebeurde niet. Er was geen hok? Er waren heel veel hokken, maar niet eentje waar we bij elkaar zaten. Of waren er misschien simpelweg te veel procedures? Want u had het net ook over het feit dat u belde over werk.nl. Ik kan nog vertellen uit mijn tijd op de rechtbank dat volgens mij het UWV ook een keer overging tot een 0800-nummer. En dan belde hij en zei je netjes, ik bel met van de rechtbank. En dan zei het UWV, mag ik uw SOFI-nummer? En dan zei ik bel voor een zaak. Het is ook eindeloos geduurd voordat het UWV doorhad dat het wel handig is dat rechtbanken rechtstreekse nummers hebben. Dus heeft dat niet veel te veel te maken met dat je zo vast zit in een procedure en dat het daardoor dus gewoon jaren gaat duren? Ja, en die procedures waren grotendeels het gevolg, denk ik, van de aanbesteding, waarbij afspraken zijn gemaakt. Logica krijgt betaald voor deze dingen die op deze manier zijn uitgevoerd. Dat moet je dus kunnen onderbouwen met een aanvraag. Nou, dat moest helemaal in een procedure vastliggen, zodat zij hun geld konden gaan verdienen. Nou, dat betekent dat wij dus ook vast zaten aan die procedures. En gewoon met een simpele vraag was je zo een dag kwijt om het begin van een antwoord te krijgen. En dat was dan vaak niet eens het antwoord wat je eigenlijk wilde. Maar in hoeverre was u dan betrokken bij de aanbesteding? Want ik kan me voorstellen, als je toch Mr. Werk.nl bent, dat je toch wel enigszins betrokken wil worden bij de aanbestedingsprocedure. Of werd u daar helemaal buiten gehouden? Nee, ik werd er niet helemaal buiten gehouden. Op het gebied van eisen bijvoorbeeld, wat zo'n leverancier moest kunnen, daar was ik bij betrokken. Maar bij de uiteindelijke keuze en ook bij de afspraken die gemaakt zijn met die leverancier, daar ben ik helemaal niet bij betrokken geweest. En naar wat voor soort partij was het CWI bij de aanbesteding? Wat voor soort partij zochten ze? Wij zochten eigenlijk meer een partij die dichter tegen ons aan zat. Waarmee we wel in een hok konden. Waar je even langs kon lopen met een vraag en dat je meteen het antwoord kreeg. Dat was ook een beetje de werkwijze binnen het CWI. En wat dat betreft werkte dat ook echt tegen ons. Dat we inderdaad geconfronteerd werden met dit soort procedures. En de partij moest ook veel verstand van ICT hebben. Want was ICT in huis bij het CWI, UWV of in het geheel niet? Nee, er was heel weinig ICT bij ons in huis. Eigenlijk deden we niets zelf. Er was wel kennis van ICT.
Ik moet zeggen hoor, dat ook een probleem is geweest. Dat het niveau van kennis wellicht te laag was. Zeker toen we op een gegeven moment die rol kregen om zowel Logica als IBM aan te sturen, waarvan ons verwacht werd dat wij eigenlijk van de hoed en de rand wisten. Dat wisten we niet. Er was relatief weinig ICT-kennis binnen het CWI. Hoe beoordeelt u dan de wijze waarop het UWV het projectmanagement deed? Hoe bedoelt u? Nou, u geeft net aan dat eigenlijk u wist, maar dan ook andere mensen binnen het UWV, dat er onvoldoende kennis en kunde was op het gebied van ICT. En ondertussen moesten al die projecten wel gemanaged worden. Ja. Dus wat is uw oordeel dan over de wijze waarop het UWV dat ingericht heeft? In mijn ogen ontbrak het aan voldoende kennis inderdaad in huis, waardoor je te afhankelijk werd van externen. En externen waren meestal dan de leveranciers, die daardoor inderdaad meer macht kregen en meer bepaalden eigenlijk wat er gebeurde. En dat was heel vaak zo, zeker bij Werk.nl. Ik heb het ook bij andere projecten opgevangen, dat die verhouding scheef lag. Er werd ook heel veel waarde gehecht aan de mening van externen. En dat is ook logisch, omdat die in ieder geval zeiden de kennis in huis te hebben. Waardoor meestal wat zij zeiden ook gebeurde. We hebben hier de heer Meijer volgens mij gehad. En die maakte een mooi voorbeeld. Die zei van ja, als het gaat tussen de verhouding tussen het Rijk en de leverancier, dan gaat het over de kip en de vos die dan ernaast staat. Herkent u dat beeld? Ja, en dan zijn wij de kip. Ja, ja. Ik herken dat. U heeft in die periode actief ook met Logica samengewerkt. Ja. Logica deed ook het VIA-project. En dat werd na 2,5 jaar zonder succes beëindigd in 2008. Welke gevolgen had dat voor de relatie tussen het UWV en Logica? Eigenlijk niet. Eigenlijk had dat geen effect in ieder geval op de relatie waar ik het mee te maken had. Rondom Werk.nl had dat geen gevolgen. Het waren ook grotendeels andere mensen. Er werd verder helemaal niks, geen gevolgen. En het werk dat u deed voor de verschillende projecten, dus Werk.nl, zat daar ook een business case onder? Vaak wel. Vaak begonnen we wel met een business case. Meestal. Ja, eigenlijk altijd wel. Wat ik wel merkte is dat zo'n business case van tevoren gemaakt werd. En men nam het door. Ja, het ziet er goed uit. En dan ging hij de la in. En hij kwam niet meer terug. En wat je dan vaak merkt is dat na een aantal weken, vaak al, dat je wat ging afwijken van je eigenlijke idee, dat die business case er eigenlijk nooit meer bijgehaald werd. We hadden hier eerder een spreker, de heer Vrijns, die noemde dat business case klaar is case. Ja, dat herken ik, ja. En wat is uw oordeel daarover, als u daarop terugkijkt? Ja, natuurlijk heel fout. Ik had voor mezelf een aantal punten opgeschreven, inderdaad, van nou, dat zijn inderdaad echt de zaken waar verbetering mogelijk is en waar je ook makkelijk verbetering in kan halen. Dat is het werken met een goede business case. En dan niet alleen ook in geld, ook het vaststellen van wat is nou eigenlijk het doel van datgene wat we nu gaan doen. Want je merkt ook gaandeweg als zo'n project loopt, dat je daar ook van afdrijft en dat je dat doel uit ogen raakt. En dan zelfs als het misschien wat meer gaat kosten, dan als je dat doel maar bereikt, is het misschien wel waard. Maar ook dat verdween buiten beeld, waardoor je uiteindelijk met iets kwam wat je misschien in het begin eigenlijk helemaal niet wilde. Een business case inderdaad zakelijk onderbouwing. Maar u beschrijft dat doordat die business case werd weggelegd in een bureau, om het zo maar te zeggen, was dus ook minder duidelijk uiteindelijk in de loop van het proces wat eigenlijk het doel was. Ja. En kon dus ook een project eigenlijk een ander vervolg krijgen dan het UWV aanvankelijk wilde. Ja. En als dan op een gegeven moment het UWV, maar ook anderen tijdens zo'n traject, Logica een opdracht wilde geven. We hebben het al even over procedures gehad. Hoe ging dat dan? Dat scheelde nog wel eens. Meestal kwamen we met een ontwerp van datgene wat we wilden hebben. Een beschrijving van functionaliteit voornamelijk van functionaliteit wat we wilden hebben. Dat ging naar Logica. Die gingen daarop offereren. Kwamen met een verhaal terug. Dat kan of dat kan niet voor deze kosten. En dan in onderhandeling werd dan besloten, we gaan het wel of niet doen. Daarna,
als we hadden besloten, ja, we gaan het wel doen, kwam het toch weer op een lijst van wanneer gaat het dan gebeuren en wie gaat het maken. En was de kans nog steeds groot dat het alsnog niet doorging of een andere vorm kreeg. Dus wat dat betreft, en daarvoor zat inderdaad vaak ook wel degelijk een business case, maar ja, die ging de lijn. Dus er werd wel degelijk vooraf iets afgesproken, maar wat je uiteindelijk kreeg, kon daar behoorlijk nog van afwijken. Dus u hoopte dat, of u vroeg om een Volvo, om het zo maar te zeggen, maar voor hetzelfde geld kreeg u een fiets terug? Ja. Werd u ook wel eens verrast? Dat u plotseling een rekening van een van de leveranciers krijgt van we hebben dit ook nog even gedaan? Ik zag weinig rekeningen. Daar probeerde ik me een beetje buiten te houden, juist om ook niet te veel alleen maar in mijn hoofd te hebben van ja, maar iedere vraag die ik stel kost weer zoveel €100. Dat zou me wel heel erg remmen. Wat ik wel merkte, want uiteindelijk kwamen die rekeningen ook wel langs, dat het altijd enorm hoge bedragen waren waarvan ik dacht, hebben we dat nou allemaal gevraagd? Of heeft het allemaal zoveel gekost? Ja. Maar u controleerde niet die rekeningen, dat deed iemand anders? Ja. Ja, dat deden of de projectleiders, als het binnen een project zat, of dat zou inkoop geweest zijn, een inkoopafdeling. Nee, ik vraag u expliciet of u wel eens verrassingsfacturen heeft gehad, omdat bijvoorbeeld bij de financiële afrekening van Logica van het werkbedrijf e-dienstenomgeving bleek er gewoon een tekort van 2,2 miljoen te zijn. Waar geen offerte onder lag, waar niks was geoffereerd. En uiteindelijk kwam dat erop neer dat er nog wel zo'n 1,6 miljoen aan Logica betaald is. Goed, daar zullen we nog wel verder een keer op induiken. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, ik zit daar een beetje dubbel in. Want aan de ene kant, stel dat je inderdaad alles onderbouwt. Dat betekent dat je inderdaad van iedere zucht die Logica laat, ergens iets getekend moet zijn, waardoor je heel veel administratie krijgt, heel veel verantwoording, waardoor de zaak nog trager wordt. Aan de andere kant, ja, je moet wel werken met redelijke prijzen en dit soort overschrijdingen. Ja, dat is natuurlijk onacceptabel. Dus is 2,2 miljoen dan een zucht? Nee, daarom, dit soort bedragen is onacceptabel. Dus hoe je dat het best oplost, weet ik ook niet, maar het is wel een probleem. Dat was namelijk een van de redenen waarom alles via die procedures moest lopen. Zodat als wij een vraag stelden, dat zij konden zien, ja kijk, die vraag is gesteld en daar hebben we zoveel tijd aan gespendeerd en dit is de prijs daarvoor. Ja, dan durf je op een gegeven moment bijna geen vragen meer te stellen, want je weet dat die rekening erachteraan komt. Ja, maar daar wou ik nog iets over vragen. Om te verifiëren of ik het wel goed gehoord had wat u zei. U zei 2,5 minuut geleden, ik bleef een beetje weg van die rekeningen, van die facturen. Want anders durf ik niks meer te vragen, want dan zie ik wat het kost. Hoorde ik dat goed? Ja, ik zei het inderdaad volgens mij op die manier. Maar dat heet toch kop in het zand en een ander betaalt? Ja. Nee, dat is ook niet de juiste houding. Het was ook niet helemaal zo. Ik probeerde me er wel van af te houden. Vooral mijn rol was met name om inhoudelijk en functioneel dingen te beschrijven. Ook aan te geven wat het nut en het doel daarvan was. Wat het geld betreft, dat was eigenlijk nooit mijn rol. Nee, maar ik denk juist dat het heel openhartig van u was en dat het ook zo gegaan is. Ja. Dat u dus eigenlijk zei van ja, ik bij het idee dat ik wist wat het kostte, ja, daar zou ik bijna geen vragen meer durven stellen. Dus daar hield ik me maar een beetje verre van. Ja, nou, het is waar. Het is toch een beetje een merkwaardige constructie, hè? Ja. Even menen. Mag ik daar nog even op doorgaan? Want klinkt het al vreemd dat er is een bedrijf, Logica, waar UWV een grote overeenkomst mee heeft. En dan toch is het blijkbaar zo dat op het moment dat u daar een vraag aan stelt, dan begint een teller te lopen. Ja. Dus blijkbaar in het contract wat gevormd was, was dat de afspraak. Ja. Elke keer als ze ons bellen, dan gaan we een rekening sturen. Ja. Is dat niet merkwaardig voor een bedrijf waar je zo'n relatie mee hebt? Dan zou je toch zeggen, nou, dat je hebt een vast bedrag, daar leveren wij diensten voor. Ja. En daar hoort bij het stellen van vragen. Ja. Maar dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. En ja, dat is merkwaardig. Het is in ieder geval niet de manier waarop ik het liefst had gezien. Maar dat was zo afgesproken. Goed, nog één vraag. Door wie was dat zo afgesproken?
Dat is bij de aanbestedingsprocedure zo afgesproken. Dat begrijp ik, maar ik vroeg door wie? Ik weet niet wie uiteindelijk die afspraak heeft vastgelegd. Ik vermoed mensen bij inkoop. Maar die zullen toch altijd de paraaf van de Raad van Bestuur hebben moeten halen? Ongetwijfeld. Ik heb dat niet gezien. Nog één vraag die mij nu al een tijdje bezighoudt, als het mag. U zegt van het was heel moeilijk om de Raad van Bestuur te bereiken. U gaf wel signalen en anderen gaven signalen, dat gebeurde niet. Gebeurde dat andersom wel? Was het nu wel eens zo dat de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld naar aanleiding van zo'n krantenartikel of wat dan ook, contact met mensen zoals u begon op te nemen van wat gebeurt hier eigenlijk? Hè? We hebben bepaalde ambities, die worden helemaal niet nageleefd, want u bent eigenlijk alleen maar bezig om de boel in de lucht te houden. Gebeurde dat? Bij het CWI gebeurde dat zeker. Daar had ik inderdaad mensen van de Raad van Bestuur nog wel eens aan mijn bureau staan van wat gebeurt hier en moeten we daar iets aan doen. Bij het UWV niet. Dus dat, en wat gebeurde er dan wel? Dus er stond iets, het was weer helemaal misgegaan, er stond een groot artikel in de krant. Ja. Wat was er dan voor activiteit vanuit de Raad van Bestuur waarneembaar? Want blijkbaar begon men wel iets te doen, ja. Maar wat was dat dan? Nou, dat ging dan via lagen naar beneden, via afdelingsmanagers bij UWV werkbedrijf kwam het dan terecht. En daar ging het ook weer via een afdeling. En dan kwam het ook bij ons. Wat dan? Wat kwam er dan? Kazen dat het anders moest? Of, Ja, dat in eerste instantie vaak vragen van hoe kan dit? Nou, dan leggen ze dat uit. En dan inderdaad de opdracht of de vraag van doe er wat aan. Het lastige was, het kennisniveau was ook niet voldoende. Bij de Raad van Bestuur waarschijnlijk ook niet, maar die heb ik nooit rechtstreeks over gesproken. Dus misschien dat daar het kennisniveau wat hoger was. Maar op een gegeven moment in bepaalde lagen was het kennisniveau rondom ICT-zaken niet hoog genoeg om echt duidelijk te kunnen zeggen dit en dat moet gebeuren om dit op te lossen. Dus er kwam inderdaad meer iets van, nou, los het op. Er was dus niemand bij het UWV die in de gaten hield of het werk wat gedaan werd, of dat ook klopte met de bedragen die gedeclareerd werden. Nou, dat is er was geen inzicht in geld wat er besteed werd en het werk wat ervoor gedaan werd. Nou, in zoverre, ik hoor nu dat 2,2 miljoen uit de lucht kwam vallen. Ik denk inderdaad dat onvoldoende gebeurde. Ja. Maar wat misschien nog erger was, is dat er nergens binnen UWV een duidelijk beeld was of dat geld wat uitgegeven was, of dat ook het doel heeft bereikt wat we daarmee voor ogen hadden. Want er werd iets opgeleverd, dat kostte geld, maar of je daarmee inderdaad bereikt hebt wat je wilde, daar keek niemand naar. De juridisch adviseur van het UWV zegt op een gegeven moment dat het een kwalijke zaak is dat voor dit project, dat gaat dan om dat WEDO-project, wat collega Bruinslot net noemde, gewerkt is zonder contractuele basis. Dat het dan uiteindelijk van die 2,2 miljoen toch nog maar 1,6 miljoen aan Logica wordt overgemaakt. Ik citeer een kwalijke zaak. Wat vindt u daarvan? U stond erbij. Was dit het WIA-project? Het WEDO. Oh, WEDO, ja. Dat is het werkbedrijf E-dienstenomgeving. Ja, ja, klopt. Daar was ik onderdeel van, zeg maar. Ja, dat is een kwalijke zaak. Daar kan ik niks anders van maken. Maar u kon daar niks aan doen. U stond er middenin, miste werk, maar u kon er niks aan doen. Ik snap nog steeds niet hoe dat zit. Nee, maar ik mijn rol was ook zo. Ik ging niet over dit soort afspraken. Ik tekende geen contracten. Maar u weet ook niet wie ze wel tekende? Nee, nee. Mevrouw Wessel. In 2010 was er een commissie van wijzen, de commissie KIST, de commissie interne sturing UWV. En die concludeerde toen de tijd ook dat er maatregelen genomen moesten worden om ervoor te zorgen dat de geluiden van het werkvloer het managementniveau beter bereiken. Nou, u heeft al goed omschreven dat soms geluiden helemaal niet het managementniveau hebben bereikt. In hoeverre heeft u te maken gehad met die commissie interne sturing UWV? Daar heb ik helemaal niks. Ik wist daar ook niet van.
niks. Helder, dank u wel. Ik wilde graag met u overgaan. We hebben het al even gehad over dat werk.nl ontstond en er een soort herinrichting was. En dat lijkt het er wel op dat er dan weer een herinrichting komt. Want ja, in 2009 kwam eigenlijk het project WEDO. Maar als ik het heel plat zeg, was dat eigenlijk gewoon een tweede project herinrichting werk.nl, toch? Ja. En waarom was het dan weer alweer noodzakelijk, hè? Want u heeft er al iets over gezegd, maar waarom was het dan weer noodzakelijk om dan alweer binnen 3 jaar een tweede herinrichting te doen? Eigenlijk waren daar twee redenen voor. Enerzijds, technologie ontwikkelt zich en je moet echt om de zoveel tijd eens dus even kijken van de technologie waar we nu mee werken, is dat inderdaad datgene wat ons het beste helpt. Er is toen besloten dat de technologie die we toen gebruikten onvoldoende functionaliteiten boden om datgene ermee te doen wat we wilden. De andere reden was omdat toen echt besloten was van werk.nl wordt het primaire kanaal om dienstverlening te leveren naar werkzoekenden. Daarvoor is gewoon extra functionaliteit nodig. Dat moest ingebouwd worden. En het handigste, het makkelijkst was om dat op zo'n manier te doen met in feite een herinrichting. Ja. Ja, maar dan blijft inderdaad voor mij wel hangen. Want als dan de dag tot op de dag van vandaag werk.nl nog niet werkt. Ja. Welke prioriteiten heb je dan in 2009 eigenlijk gegeven? Ja, en daar zit echt een probleem. Want de prioriteiten zijn toen zo gesteld, mede op aangeven van de leverancier, dat er veel is aangepast, veel is veranderd, veel is verbeterd, functioneel zeker. Maar dat inderdaad het systeem het nog steeds niet doet zoals het zou moeten doen. En als ik dan overga naar iets anders, want we hadden het net al over bedragen. WEDO had punt 1 binnen 6 maanden klaar moeten zijn. Nou, die 6 maanden dat is nooit gehaald. Dat had ze 4 miljoen mogen kosten. Uiteindelijk is het opgeleverd in maart 2010 en waren de kosten opgelopen tot 13,4 miljoen. Dat is volgens mij 235% van wat het eigenlijk had mogen kosten. Kunt u ons vertellen hoe dat zo heeft kunnen lopen? Wat is daar gebeurd? Ja, er is een boel gebeurd. En dat is misschien ook het probleem. Wat een groot probleem was er werd gewerkt aan een website die gewoon functionaliteit bood. Dus je was aan een rijdende trein aan het werken, zeg maar. Dus er kwamen dingen langs, die moesten ook meegenomen worden. Je merkte heel duidelijk wat in het Engels dan een function creep wordt genoemd. In het Nederlands bijkomende functionaliteiten wensen en eisen. Waardoor het traject die mee wilde nemen en waardoor het uit ging lopen. Soms lastige dingen die ook gewoon meer geld en meer tijd kosten. Onvoldoende sturing, denk ik, weer op wat willen we nou eigenlijk bereiken met dat WEDO, waardoor dit soort dingen ook mogelijk waren. Er kwamen inderdaad vragen langs en waarschijnlijk was het beter geweest om te zeggen, nou, dat gaan we nu even niet doen. We gaan nu eerst even zorgen dat WEDO klaar is. En wat je dan aan aanvullende wensen en eisen hebt, dat komt daarna wel. Nou, en het laatste. Ja. Function creep wordt door degene die ons adviseert, hoogleraar Rinkema, vertaald met ondoelmatige systeemwijziging. Kijk. Gaat u verder. Bedankt. En omdat er inderdaad het onvoldoende werd gelet op het doel en die business case rondom WEDO, werden die dingen gewoon meegenomen. En ja, als je een goed pleitbezorger was van een stuk functionaliteit, dan werd dat dus ook gewoon geaccepteerd en meegenomen in de bouw. Daarbij kwam ook de leverancier dan met een mening die ook wel eens tot gevolg had van ja, maar dit gaat langer duren, want wat je nu wil, dat kan wel en dat is heel mooi. En we hebben er een hele goede oplossing voor, maar kost wel weer 3 maanden extra en zoveel geld extra. En dat lieten we gebeuren. Maar dan is het dus qua kostprijs 235% hoger uitgevallen. Maar de conclusie is in 2014 dat dezezelfde website waar zoveel geld aan is besteed, er nog steeds wellicht 1 weekend in de maand gewoon uitvliegt. Ja, ja.
Ik moet er wel bij zeggen hoor, het heeft veel meer gekost dan beraamd. We hebben natuurlijk ook wel, het is niet allemaal weggegooid geld geweest. We hebben wel degelijk er ook wel wat voor teruggekregen. Alleen niet datgene wat de bedoeling was van Wiedu. Nog een klein vraagje, hoe groot was dat ontwikkelteam op Wiedu? We hadden een aantal mensen bij ons, dat waren er 5, 7. Het hing er een beetje vanaf, dat wisselde een beetje, maar rond tussen de 5 en de 10, zeg maar. En dan werkten we samen met Logica, en dat werkten we trouwens echt samen in één hok. Daar gingen we wel samen in één hok zitten. En daar liepen ook 5 à 10 mensen rond. Dat waren de ontwerpers, ik zat met name aan de ontwerpkant. Daarnaast waren de programmeurs en dergelijke. Hoeveel dat er waren, weet ik niet precies. Maar een man of 40 zal het zeker zijn ja, geweest? Ja, dat waren tientallen. Tientallen? Denk het wel, ja. We hebben natuurlijk nu gekeken naar wat de problemen zijn geweest, maar u heeft een brede ervaring. En wat is naar uw mening de belangrijkste oplossing om meer grip te krijgen op ICT bij de overheid? Ja, er zijn een paar dingen. Ik had deze vraag natuurlijk al een beetje verwacht. Waar ik aan denk dan, iets wat al naar voren is gekomen, dat zijn de belangen van de leverancier en de opdrachtgever. Die lagen niet in één lijn bij ons. Ik denk dat als je dat op één lijn kan krijgen, dat je al enorm geholpen bent. Als je leveranciers kan afrekenen, bijvoorbeeld op resultaten, ze misschien mede verantwoordelijk daarvoor kan maken. Dat zou zeker voor ons enorm geholpen hebben. Dus hoe doe je dat, is dan de vraag. Ja. Dan zegt u, afrekenen op resultaten. Wat zou u dan nog meer willen doen? Ja, ik, als het kan, ze mede verantwoordelijk maken. En het is even de vraag van, hoe doe je dat? Je zou misschien zelfs verder kunnen gaan dan alleen op resultaten afrekenen. Maar bijvoorbeeld ze deelgenoot maken in succes. Nou is dit geen zakelijke omgeving, hè? We zijn geen winst aan het maken. Maar iets in die richting van delen in het succes. Ik denk dat je daar ook al mee geholpen bent. En welke andere oplossingen ziet u nu nog om meer grip te krijgen van ICT bij de overheid? Ik denk dat het belangrijk is, nou dat is ook al ter sprake geweest, dat het doel en het nut van dingen die je aan het doen bent continu in het oog blijven zitten. Die business case, dat die erbij blijft. Het helpt al als je inderdaad de leverancier dan ook mee hebt, hè, want die gaat zich daar dan ook achter zetten. Om inderdaad gedurende het traject dat continu erbij te houden. Wat ook belangrijk is, en daar liepen wij ook regelmatig tegen op, is om dingen niet te groot te maken. Je merkte bij Wiedu, dat werd groter en groter en groter. En ieder probleem wat zich voordeed in de operatie, hè, in het werkende werk.nl, dat werd ook naar Wiedu geschoven, van dat lossen we daar wel op. Nou, op een gegeven moment krijg je dan zo'n bulk van dingen die opgelost moeten worden met in dit geval Wiedu, dat kan gewoon niet. Waardoor het langer gaat duren, duurder wordt, complexer wordt, te complex. Dus ik zou zeggen, maar hou het klein en baken het af. Helder. We hebben een boel onderwerpen met elkaar besproken. Zijn er onderwerpen ter sprake gekomen, onderwerpen niet ter sprake gekomen waar u het wel over had willen hebben? Nee, ik denk dat alles goed ter sprake is geweest. Oh. U wel. De commissie spreekt vanmiddag met iemand van de Raad van Bestuur van het UWV. Welke vraag mogen wij zeker niet overslaan? Welke vraag moeten wij zeker stellen als het aan u ligt? Ik moet zeggen, ze is aangetreden nadat ik weg ben gegaan. Dus ik heb nooit met haar samengewerkt of iets gehad. Wat denk ik een belangrijke vraag is inderdaad van hoe worden leveranciers nu aangestuurd? Gebeurt dat inderdaad op basis van een resultaatverplichting of niet? Ben ik erg benieuwd naar. Ook gewoon ben ik zelf erg benieuwd naar. Wij hebben onderzoek laten doen naar werk.nl door het bureau Policy Research. En dat hebben wij ook nog van een verdiepingsonderzoek laten voorzien. En een paar absolute hoofdconclusies wou ik u toch even voorhouden om bij u te verifiëren. Want ik heb dat dit weekend nog eens na zitten lezen. Het technische ontwerp en het ontwikkelingsproces was niet op orde, is een van de hoofdconclusies. Kunt u die delen? Niet helemaal, nee. Nee, het technisch ontwerp, zeker toen het herbouwd werd met Wiedu. We hebben het over het begin. Oké, sorry. Een opeenstapeling van doorontwikkelingen heeft gezorgd voor een zodanig complexe infrastructuur dat het niet goed ging. Dat klopt.
dat klopt. Punt 2. De wijze... Nee, ten tweede blijken de fundamenten... Nou ja, dat blijkt ook wel uit dit gesprek, eerlijk gezegd. De fundamenten voor goede projectbeheersing blijken niet op orde. Waarbij geen goed zicht is op de basiselementen... tijd, geld en kwaliteit. Ja. U deelt deze conclusie? Ja, ja. En de derde, de wijze waarop de ontwikkeling van Werk.nl bij het UWV... inclusief CWI en UWV in de prefusie... contractueel is vastgelegd en verlopen... kent ernstige tekortkomingen. Wij komen bijvoorbeeld tegen dat er geen verslagen beschikbaar zijn van overleggen... En ook dat opdrachtovereenkomsten ontbreken. Deelt u ook die conclusie? Ja, ik denk dat dat waar is. Ja. En met die kanttekening dat als nou de aanbeveling wordt van zorgen ervoor dat die hele administratie volledig op orde is... dat moet je ook weer niet te ver door... drijven, dat je inderdaad voor iedere zucht een formulier moet invullen. Maar in ons geval was het onvoldoende. Ik kijk nog even rond. Ik dank u zeer voor uw openhartige antwoord. Ik begrijp dat we het u niet altijd makkelijk hebben gemaakt. Maar goed, het is ook weer barstige materie. Dank u zeer. Nee. Ik schors de vergadering tot 2:30. Dank u wel.